Hey mensen, hier kijk naar SpookyStation11 en vandaag gaan we kijken naar Cryon. Er is weer iets viral gegaan, een model die AI plaatjes genereert. En daar kunnen we alles in typen en dan komt daar een plaatje uit. Dus we kunnen intypen Frans Bauer hugging a tree. En dan kunnen we dat gaan drawen. En dan duurt dat natuurlijk even, want het wordt gegenereerd. Helemaal vanuit allerlei verschillende plaatjes weet AI dan iets in elkaar te knutselen. Natuurlijk is dit een heel snelle vorm van AI genereren. Als we namelijk kijken naar Reddit zoals Dalle 2, waar je echt voor moet requesten om toegang te krijgen en zo, dan krijg je hier de veteranen van het Papua Nieuw-Guinea Space Program. En dan zie je dat het hele gedetailleerde, gemaakte foto's zijn van, ja, die, van mensen die niet bestaan. Dit is allemaal gegenereerd uit het niets. Van niets naar iets. Helemaal door de computer bedacht. Een foto van Waluigi als de dude in de film The Big Lebowski. Een man die 65% Afrikaans is, 20% Chinees, 15% Mexicaans, die alternatieve clothing draagt. Een portret. Oh my god. Dit zijn mensen die niet bestaan, hè jongens. Vergeet dat niet. Het is wel heel knap dat Dalle 2, maar dat is dus veel te uitgebreid. Frans Bauer hugging a tree. Nou, ik weet niet welke Frans Bauer die heeft gepakt, maar blijkbaar een Frans Bauer van vroeger. Die bomen knuffelt. Dat hebben wij zojuist gemaakt. En dit is dan de hoeveelheid dodginess je ongeveer kan verwachten. Maar ik denk niet dat hij de juiste Frans Bauer heeft gevonden. En wij gaan even kijken op het internet wat mensen daar nou van hebben gemaakt. Wat hebben mensen gemaakt van dit? Een paard die een burn-out doet. Ja. Dat, om heel eerlijk te zijn, als een paard zo op kon starten met een dikke burn-out en die Olympische Spelen sporten die had je, dan had ik al veel sneller naar paardensport gekeken. Het is niet mijn ding. Oh, nu wil ik dat in de wereld paarden dit echt doen. Een Halloween masker van Greta Thunberg. Mocht je niet weten wie Greta Thunberg is, dat is die activist, dat jonge meisje. Heb je nog wat te doen voor Halloween, wat steeds populairder wordt in Nederland, dan is dit Nou ja, het ziet er heel eng uit. Shaggy van Scooby-Doo mugshot foto after being arrested for a DIY. Oftewel, Shaggy is gearresteerd. Hij dronk terwijl hij aan het rijden was. En ja, dan wordt er altijd even een fotootje van gemaakt. En om heel eerlijk te zijn, ik vind die linksonder het best gelukt. Van Shaggy van Scooby-Doo. Onze stoner guy, groen shirtje. Wel gauw dat hij hier een groen shirtje heeft. Hij heeft hier ook een groen shirtje. En hier had hij andere kleding aan. Chocolade gecoverde hotdogs. What the... We gaan gewoon nieuw eten bedenken door middel van computergegenereerde foto's. Ja, of het bestaat. Het zal me niks verbazen als dit al gewoon ook bestaat. Even kijken. Wel een chocolade chili. Maar zelfs dan ziet dat er niet zo uit. Het lijkt wel alsof je een frikandel tussen zit, joh. Maar dan wel van chocolade gemaakt. Ja, het is toch chocolade. Ja. Of dit lekker zou zijn? Een triceratops die rent tijdens de Olympische Spelen van 1964. Ja, dit is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. In 1964 deden dinosaurussen nog mee, want die bestonden toen nog. Dat was nooit zo super eerlijk in de Olympische Spelen. Want zoals je ziet, het rende de 100 meter, de 1000 meter tegen mensen. Ongelooflijk. We kunnen gewoon de historie gewoon helemaal gaan bannen. Racers grafsteen. Oh shit. Ja, dat is van Racer. Oh my god. Nou, wie is de Racer CEO? Die Racer op dit moment de CEO van is Min Liang Tang. Dus wanneer Min Liang Tang overlijdt, dan krijgt hij een heel kleurrijke groene Racer logo. Nemo die dakloos is.
Nou, die ga je niet meer vinden dan. Wat zielig. Waarom? Hoe verzinnen mensen dit? Play-Doh van Nicolas Cage. Ja, het is best wel goed. Je gaat bijna gewoon denken dat dat gewoon echt al op Google staat, weet je. Maar als we die term googlen, dan zit daar heel weinig... dan krijg je daar niet Google foto's van, zeg maar, massaal. Dus dat maakt het extra knap dat de vorm van zijn gezichten dan toch door de AI ingezet is. Het is echt vanuit iets naar niets. Andersom, vanuit niets naar iets, jongens. Het is echt... Het is niet gekopieerd van dingen. Natuurlijk heeft het wel een grote database aan foto's en zo. En ook foto's van Nicolas Cage worden opgezocht. Maar het is gewoon uit het niets gemaakt. En dat is zo ongelooflijk grappig. 9-11 gender reveal. Demonetized. Ik ben demonetized. Dat kan echt niet. Oké. Nee, dit kan echt niet. Jongens, demonetized. Stephen Hawking in Rocket League. Ja, en dan met mijn vlag erop. Met mijn Rocket League vlag erop. Je kan hem nog altijd gebruiken, mijn community flag in Rocket League. Spooky Sessie Delft bij de community flags. Oh mijn god, ik zou dat een geweldige DLC vinden. Stephen Hawking niet meer in ons midden natuurlijk. Maar de geleerde die helemaal verlamd raakte en zo'n mooi stoeltje had waar hij alsnog met zijn ogen kon praten met een robotstem. Als je die in Rocket League had, even vliegen in de lucht, even goal scoren. Instant win. Insta win. Dashcam beelden van een rijder zijn auto die crasht in Shrek. Moments before tragedy. What the f... wat gebeurt hier nou allemaal? Nou, oké, er zijn veel gegenereerd met Shrek. Net tevoren inderdaad. Bijna ongeluk. Shrek wordt bijna aangereden. Hier wordt hij aangereden. Oh, ligt hij al daar bovenop. Hier, helemaal een close-up. Hoe die letterlijk aan de voorkant van je auto ligt. Ja, die ogre, die is flink misplaatst. Die is uit zijn oerwoud gerend. Die is uit de swamp gerend. En die is gewoon even over gaan steken. En ja, dat zijn auto's. Ja, dankie. Among Us cave painting. Waarom? Oh mijn god. Ja, je dacht dat het een spelletje was die een paar jaar nu gecreëerd is. Maar de wereld is al veel langer, zus. De wereld is al veel langer, zus. Freddie Mercury eating ramen inside a washing machine. Waarom bestaat dit? Waarom typen mensen dat? Het geheim is bekend hoe Freddie Mercury een goede vibrato in zijn stem kreeg. Een 1993 Renault Twingo in Skyrim. Dat werkt ook nog gewoon, hè. En er is geen Renault Twingo mod voor Skyrim, weten we dat zeker? Ja, ik geloof het soms gewoon niet, weet je, dat het zo mooi gemaakt kan worden. De map was vrij groot van Skyrim, dus dat is best wel een nice manier van travelen, man. In een Renault Twingo. YouTuber reacting to 9-11. Oké, meta. Ja, meta. YouTube bestond natuurlijk nog niet 9-11-2001 toen er in New York echt the worst thing happened voor de New Yorkers en voor eigenlijk ook de wereld. Maar mocht YouTube bestaan, met natuurlijk ook hoe thumbnails werken, dan zou het er ongeveer zo uitzien. En dan krijgen we natuurlijk de thumbnail face. Dan krijgen we de... Of de... Wie weet ga ik er wel in gebruiken van die gezichten in mijn thumbnail. Darth Vader ontmoet Pingu. Ik vind dat zo grappig. Want Darth Vader die krijgt ook gewoon van die flippers. Zijn voeten. Maar hij is ook meteen geschrunkt in zo'n Lego-achtige vorm. En hij heeft constant de voeten. En hier is het helemaal een hybrid van Pingu en Darth Vader. Oh my god. De crossovers, jongen. Dit is echt een multiverse hero die hier ontstaat. Oh my god. Hagrid als American Ninja Warrior contestant.
American Ninja Warrior is een soort aapkooi. Kijk hoe sterk je bent. Je moet allemaal dingetjes doorstaan. En klimmen en springen en dat soort dingen allemaal. En ja, Hagrid die heeft wel een goede armpool, Heroes, hè? Die heeft wel echt een goede armpool. Die kerel is zo sterk dat hij gewoon met één arm gewoon hangt aan zo'n stang. Oh my god, Hagrid, jongen. En nog meer over Hagrid gesproken. PlayStation 1 Hagrid in de McDonald's. Ik zie hier zie je dat PlayStation 1 gezicht best wel goed in. Maar uiteindelijk ziet dit er beter uit dan Hagrid op de PlayStation 1 versie. Maar het blijft een klassieker. Het blijft een klassieker. Het blijft een klassieker. Man, bro. Walter White GigaChat. Hij is niet alleen the one who knocks. Hij is ook the one who... Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. We gaan al veel te ver in deze video. We gaan veel... Oh. Dus dat was het voor vandaag. We hebben even gekeken naar wat gekke creaties met artificial intelligence. Dit is helemaal door de computer gegenereerd. Ik heb niks gemaakt. Dat maakt de computer met de input die jij geeft, met de tekst die jij geeft. Wil je dat nou ook proberen? Dan ga je naar crayon.com met AI. C-R-A-I. Griekse I-O-N. Kan je heel makkelijk zelf eentje creëren. Of je googelt Dalle Mini. Dan vind je ook nog de originele website. De allereerste versie. De allereerste website. Of je joint onze tekstchannel in onze Discord Dalle Temporary. Waar een gepinde post ook meteen linkt aan de originele Dalle Mini pagina. En waar mensen hun dingetjes delen. Zoals Thierry Baudet. Die lekker aan het eten is. Op het toilet. Gezellig. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te spreken bij een nieuwe video. Oh.